Hallo, goedemorgen. Vandaag is het internationale poppendag. Poppendag. Wat voor pop? Je hebt allerlei soorten poppen. Barbiepoppen, lappenpoppen, babypoppen, Lego poppetjes. Laten we maar gewoon poppen gaan tekenen. Doe je mee? Ja. Poppendag. Of tenminste, de dag van de pop. Wat voor poppen heb je natuurlijk allemaal? Ik had het net al over een Lego popje. En die zien er tegenwoordig raar uit, joh, die Lego popjes. Die zien er best wel leuk uit. Zijn hoofdje een beetje vierkant zo, maar dat haar tegenwoordig. Vroeger had je gewoon zwart haar. En tegenwoordig zit er zelfs een scheiding in en weet ik veel wat zo. En dan hebben ze ook nog tegenwoordig een uitdrukking in het gezicht zitten. Dat hadden ze vroeger ook niet. Vroeger was het gewoon twee zwarte stipjes. En tegenwoordig heb je zelfs sprekende pop. Of tenminste popjes die ook iets uitbeelden. Nou. En dan is dan tegenwoordig ook allemaal... Pakjes hebben ze. Ze hebben van alles. Officiële pakjes. En armpjes zitten tegenwoordig ook wat meer in vorm in dan vroeger. Alleen die handjes, dat zijn nog steeds van die plastic grijpertjes. En dan zit ik het eigenlijk nog veel te klein te tekenen. Ook hier zo voor jullie. Maar goed. De beentjes, dat is ook nog niet veel opgeschoten. Ze hebben nog steeds van die vierkante of rechthoekige benen. En van die platte voeten. Voilà, nou een Lego popje. Nou, poppen. We hebben natuurlijk nog veel meer poppen. Wat dacht je bijvoorbeeld van? Een van de bekendste poppen van Nederland. Jan Klaassen. En volgens mij had hij een de grote neus zo. Een oog zo. Keek altijd vrolijk. En dan had hij ook nog een soort puntmuts op zo. Met een kwastje eraan. En dat is dat een beetje mijn Jan Klaassen-achtige. Zoals ik hem ken nog. Misschien wel van ome Willem vroeger. Dan zag hij er net nog wel wat anders uit. Maar zo hebben we de poppenkastpop Jan Klaassen. Zo, en dan was het stof. En dan had je hier nog een handje. Zo, en voor de rest was het stof. En had je een poppenkastpop. En dan zat hier nog misschien wel wat een leuk patroontje in of zo. En dan had je ook de veldwachter natuurlijk. Maar ja, je hebt natuurlijk allerlei soorten poppen. Babypoppen, Barbiepoppen. Ja, wat kan je nog wel meer tekenen? Ja, zo'n babypop. Dat is eigenlijk gewoon een bolletje zo natuurlijk om te zien. En daar zit er dan een oortje aan. En een klein neusje zo. En vaak vertederende ogen zo. Nou, ik vind dit... Het lijkt niet echt op een babypop, moet ik eerlijk zeggen. Dit is meer een gekke ballon. Tegenwoordig heb je hele mooie poppen natuurlijk ook. Je hebt ook stoffenpoppen. Wacht, ik ga gewoon even een nieuw velletje pakken. Buikspreekpoppen, die heb je ook nog. Maar je hebt ook van die stoffenpoppen zo. Nou, dat is dan... Een meisje met vlechten. Een pop dan, hè. Zo. En dan... En die stoffenpoppen zijn dat.
En eigenlijk best wel simpel. Zo. Hier nog een strik in doen, zo. Stoffenpop. Nou ja, een hele bekende pop ook nog. Schanulleke van... Hoe zag die? Die liedje lijkt hier wel een beetje op, hè? Maar ik heb daar geen voorbeeld van. Nou, probeer die zelf eens op te zoeken. Schanulleke van Suske en Wiske. Dat is misschien ook wel een hele bekende pop. Teddy van Mr. Bean. Maar goed, ga daarmee aan de slag. En ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.